Het journaal Laat met Goedele Wachters. Goedenavond. Mondmasker leek wel het woord van de dag vandaag. Op allerlei plekken en niveaus was er veel discussie. Maar ter zake heeft ook blootgelegd dat er een probleem is met de kwaliteit van mondmaskers die artsen en verpleegkundigen dragen als ze coronapatiënten verzorgen. Maskers die er nogthans geleverd worden door de overheid. Wel, als je dit een half uur opneemt, dan garandeert dat het aan alle kanten lekt. En wat lekt? Wel, de lucht die lekt en speekseldruppels kunnen langs daar binnendringen achter zijn masker. Injas de Meijer, spoedarts in Aalst, trekt aan de alarmbel. De mondmaskers geleverd door de overheid lijken hem niet kosher. Het werd gezegd dat het op een koffiefilter trok. Het gaat om Chinese FFP2-maskers, bedoeld voor artsen en verplegend personeel die in direct contact komen met COVID-patiënten. We laten het masker testen aan de Universiteit van Antwerpen, bij het departement productontwikkeling. Hier werken ze sinds kort aan de ontwikkeling van eigen FFP2-maskers voor België. Het masker wordt verbonden met een machine die meet hoe de lucht gefilterd wordt. Het resultaat is vernietigend. The melt-blown filter material is minimal, doesn't offer any ability to mold to the face. I would say it's the worst mask that has come in here that we've seen, that we've evaluated. Gaat u dat gebruiken? Als we niet anders niet meer hebben, wel hè. De verantwoordelijke minister Philippe de Bakker zegt dat er veel controles zijn voor de mondmaskers gekocht en verdeeld worden. Maar het zijn steekproeven, want het gaat om miljoenen maskers die van verschillende leveranciers komen. Slechte loten kunnen dan door de mazen van het net glippen. Wat toegekomen is, is grotendeels wel betrouwbaar. Hè? De diensten, de Fotoeconomie en het Geneesmiddelagentschap hebben dat deze week ook heel duidelijk gezegd, dat die maskers conform zijn en ook veilig zijn om te gebruiken. Er zitten natuurlijk af en toe misschien loten bij, maar dat heeft ook in Vlaanderen en in Wallonië duidelijk gemaakt dat die loten kunnen teruggeroepen worden. Elk land in Europa kant op dat vlak met dezelfde problemen. Er zijn loten teruggeroepen in Nederland, in Zwitserland, in Duitsland. Er zijn loten verdwenen van bestellingen van Spanje en Italië. Dus we zitten in een bijzonder moeilijke internationale markt. Maar onze diensten doen er alles aan om de kwaliteitsgarantie van die maskers op het terrein te garanderen. Discussie over de kwaliteit dus. Maar de discussie vandaag ging nog veel meer over het nut van mondmaskers, want je ziet ze meer en meer opduiken in de straten en supermarkten. Maar of dat zinvol is, blijft onduidelijk. Zelfs wetenschappers zijn het er niet over eens. Dus andere mensen weten het natuurlijk helemaal niet. Het is nog niet zoals in Japan of Zuid-Korea, maar ook meer en meer Vlamingen komen de laatste dagen met een mondmasker winkelen. Beter voorkomen dan genezen. En je moet toch een beetje aan je eigen denken, aan je eigen veiligheid en ook van een ander eigenlijk. Ik heb het een beetje gevolgd op tv in de laatste dagen en het blijkt toch veel veiliger te zijn om eentje te dragen. Hè? Is dat nodig? Vind jij dat nodig? Ik ben niet van overtuigd dat het helpt. Integendeel. Integendeel? Integendeel. Ja, ik ben een hele grote scepticus wat dat allemaal betreft. Professor Jean-Luc Galla is wel een enthousiaste voorstander van het dragen van mondmaskers en post zelfs filmpjes over hoe men die zelf kan maken. Dit systeem is veel doeltreffender dan de zogenaamde chirurgische papieren maskers. Het is een eenvoudig zakje met een opening aan de bovenkant. De ene zegt dat dat niet veel helpt en de andere zegt van wel, ja, wat moet je nu gaan geloven? Minister van Volksgezondheid Maggie de Blok herhaalt alleszins dat het niet nodig is om thuis of op straat een mondmasker te dragen. Het biedt weinig of geen extra bescherming en geeft eerder een vals gevoel van veiligheid. Het heeft geen zin, zei ze in het Journaal van 7, dat alle Belgen mondmaskers gaan gebruiken. Iedereen een masker gaat opzetten, nog maar een chirurgisch masker, en twee per dag, hè, want het moet om de 8 uur gewisseld worden, ja, dan komen wij al voor onze Belgische bevolking aan 700 miljoen maskers per maand. En dan zien we toch ook dat dat eigenlijk te zot voor woorden is om zo al die maskers gaan te dragen.
En zoals elke dag gieten we de corona-epidemie weer in cijfers. Er zijn 123 nieuwe overlijdens gemeld. Het totaal voor België is nu 828. De ziekenhuizen hebben 560 nieuwe patiënten opgenomen. Daar worden nu 4.995 mensen met een coronabesmetting behandeld. 1.088 van die mensen liggen op intensieve zorg. Hoopgevend nieuws is dat ondertussen 2.132 patiënten die besmet waren het ziekenhuis verlaten hebben. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, wil een onderzoek naar de noodoproep die de ouders van het 12-jarige meisje gedaan hebben dat eergisteren overleden is aan de gevolgen van het coronavirus. De ouders zouden de hulpdiensten gebeld hebben, maar ze werden niet of verkeerd begrepen, waardoor er geen ambulance gestuurd werd. De Klerk vraagt dat het comité P onderzoekt wat er misgelopen is. Wij zullen diep in de buidel tasten. De buidel van Vlaanderen. Tegelijkertijd is er de nuchtere werkelijkheid dat de Vlaamse overheid nooit alle verliezen, nooit alle lagere inkomsten, ook nooit elk tekort van elke Vlaming kan opvangen, kan compenseren of kan betalen. Daar is gewoon niet genoeg geld voor. Ik ben daar eerlijk in. Vlaamse ondernemers die hun bedrijf ondanks de coronacrisis niet hoeven te sluiten, maar toch een groot omzetverlies lijden, die krijgen een eenmalige premie van de Vlaamse regering. Voor hun collega's die wel verplichte deuren dicht doen, horecazaken bijvoorbeeld of kappers, was al eerder een premie afgesproken. 4.000 euro krijgen zij en er zijn ook al zo'n 70.000 bedrijven die een aanvraag gedaan hebben. Maar nieuw is dus nu dat ook een compensatie komt voor ondernemers die door corona geen opdrachten of klanten meer hebben. Allemaal mensen die meer dan 60% omzetverlies hebben in de periode tussen 15 maart en 30 april. Zij kunnen beroep doen op een Vlaamse compensatiepremie ten bedrage van 3.000 euro. En moeten ze dat bewijzen dat ze omzetverlies hebben? Wel, we hebben gekozen voor een eenvoudig systeem. Het volstaat om een verklaring op eer te doen dat er omzetverliezen zijn. De nieuwe premie is er voor zelfstandige chocolatiers, bijvoorbeeld kinesisten of podiumbouwers in de cultuursector. Pralinewinkels mogen nog open blijven omdat ze voeding verkopen, maar in de praktijk zijn de meeste gesloten. Sommigen verkopen nu online, maar dat maakt de omzet absoluut niet goed. Ik kan zeggen dat de verkoop nu via de webshop gelijk staat aan de verkoop in een normale week in de winter van één winkel. Wij hebben drie winkels. Dus u bent eigenlijk teruggevallen op minder dan 1/3 van de omzet? Ja, zeker voor deze periode, ja. De verplichte sluiting van winkels weegt zwaar door. Te zwaar blijkbaar voor E5 Mode. De keten met 500 werknemers verwacht door de crisis 12 miljoen euro omzet te verliezen en heeft bescherming gevraagd nu tegen de schuldeisers. Tijdens de 3 maanden bescherming kan E5 focussen op een doorstart of investeerders zoeken. In enkele winkels van de Leize in Brussel en Wallonië staakt het personeel. De werknemers vinden dat de directie hen te weinig compensaties biedt. Door de coronamaatregelen moeten ze nu harder werken en er zijn ook nogal wat zieken. De vakbonden onderhandelen voort met de directie, maar mogelijk breidt de staking verder uit. De Franse grootbank BNP Paribas wil de winst bij de Belgische dokter BNP Paribas Fortis naar Frankrijk halen. Het gaat om 1,9 miljard, een bedrag dat in dividenden uitgekeerd zouden worden aan de aandeelhouders. Minister van Financiën De Croo en andere politici willen dat BNP Paribas geen dividend uitkeert en dat het geld in ons land blijft om onze economie door deze coronacrisis te helpen. De coronapandemie is nog niet voorbij, maar steeds meer Europese landen denken al aan de volgende stap. Wat als we met z'n allen opnieuw uit ons kot mogen? Honderden wetenschappers, ook hier in ons land, werken in snel tempo aan een smartphone-app die ons moet beschermen. De app zou ons verwittigen als we mogelijk contact gehad hebben met een coronapatiënt. Schrik niet als je binnenkort dit geluid hoort op je smartphone. Gevolgd door een waarschuwing dat je mogelijk contact hebt gehad met een coronapatiënt.
Het idee is om een app te maken waarmee we kunnen eventueel coronabesmettingen via nabijheid detecteren. Het kan gebruikt worden om mensen op de hoogte te stellen als ze potentieel geïnfecteerd zijn. Het kan ook gebruikt worden door epidemiologen om te kijken hoe het virus zich voortplant. De app stuurt automatisch een Bluetooth-signaal uit naar andere gebruikers op maximaal 2 meter afstand. Als een gebruiker daarna positief test op het coronavirus, krijgen andere gebruikers een waarschuwing op hun smartphone. We proberen eigenlijk informatie te verzamelen op zo'n manier dat er geen enkele privacygevoelige informatie lekt en zo weinig mogelijk informatie in een centrale database eindigt. Alles werkt volgens de Europese privacyregels en niemand zal verplicht worden de app te installeren. Maar om succesvol te zijn, moeten wel meer mensen getest worden op het coronavirus. Deze app werkt vooral in een tijd waar er niet meer te veel besmettingen zijn en dat je dus nog wel mensen kan testen. Dat gaat dan toe om andere mensen gemakkelijk kunnen nagaan of zij al dan niet dicht bij een besmet persoon geweest zijn. Door de krachten te bundelen, hopen wetenschappers de applicatie nog deze maand te kunnen lanceren. In Italië worden de quarantainemaatregelen verlengd tot minstens 13 april, paaszondag. Dat heeft de Italiaanse premier Conte gezegd op televisie. Het land zit al 3 weken op slot ondertussen. Italië wordt het zwaarst getroffen door het coronavirus. Meer dan 13.000 doden zijn er al te betreuren. Vandaag kwamen er weer 727 sterfgevallen bij. Dat is wel het laagste aantal van de laatste 5 dagen. Meer dan 110.000 Italianen zijn besmet. In Frankrijk is het aantal doden nu opgelopen tot iets meer dan 4.000. Daar zijn in de ziekenhuizen 509 nieuwe doden geteld, het hoogste aantal tot nu toe. Het totale aantal doden ligt zeker nog een stuk hoger, want in de sterftecijfers zijn de overlijdens in rusthuizen of thuis niet meegenomen. En dan vreselijk nieuws uit de Verenigde Staten vandaag. Want daar is een baby van 6 weken overleden aan een besmetting met het coronavirus. Dat zegt de gouverneur van de staat Connecticut. Het totale aantal geregistreerde besmettingen is in de Verenigde Staten nu boven de 200.000 gestegen. Er zijn ook al meer dan 4.300 mensen overleden. Ook in Florida heeft de gouverneur ondertussen beslist dat iedereen thuis moet blijven. President Trump klonk onheilspellend toen hij de Amerikanen waarschuwde voor de moeilijke weken die ze voor de boeg hebben. As a nation, we face a difficult few weeks as we approach that really important day when we're going to see things get better all of a sudden. And it's going to be like a burst of light, I really think and I hope. In het stadion van Flushing Meadows heeft de burgemeester van New York het Billie Jean King Tennis Center opengesteld om te worden omgebouwd tot ziekenhuis. It is this facility here in Queens that right now looks like a bunch of tennis courts. Very soon this is going to be 350 hospital beds. De hele dag rijden ziekenwagens af en aan het Elmhurst ziekenhuis, een van de grootste in New York. Het ziet er naar uit dat het kantelpunt voor New York nog lang niet bereikt is. De Internationale Wielerunie, UCI, heeft beslist dat er tot 1 juni geen wielerwedstrijden zullen plaatsvinden. Dat is afgesproken na overleg met organisatoren, ploegen en renners. De belangrijkste slachtoffers zijn de Ronde van Romandie en de Dauphiné Libéré, traditiegetrouw voorbereidingswedstrijden op de Ronde van Frankrijk. Of de Tour zelf gereden wordt, dat weten we nog altijd niet. En in het tennis moet nu ook het prestigieuze toernooi van Wimbledon plooien voor dat coronavirus. De organisatoren hebben laten weten dat er geen toernooi komt half juni. En sterker nog, het Grand Slam toernooi kent dit jaar gewoon geen editie. Er wordt niet gezocht naar een alternatieve datum dit jaar. Het is meteen uitkijken naar 2021. Elise Mertens, onze beste Belgische tennister, zag de bui al hangen. Ja, het was een beetje gelijk de Olympische Spelen. Die was al afgelast. Die kwam dan na het grasseizoen, na Wimbledon. Dus ja, de kans zat er heel groot in. Een heel grote kans dat het eigenlijk ging gecanceld worden. Het zat wel in het achterhoofd, maar ja, het is natuurlijk altijd pijnlijk om te zien dat het echt op papier staat. Ik heb nog het weer voor u. Morgen afwisselend zon en wolken. Een kleine kans op een bui ook. En temperaturen tot 11 graden.
En als afsluiter maken we nog een bevreemdende reis rond de wereld. Van Sydney in Australië tot San Francisco in Amerika hebben mensen het straatbeeld gefilmd op het middaguur. Zo goed als overal ligt het leven stil. 12 uur op de middag is bijvoorbeeld in Bangkok een onmogelijk druk moment normaal. Maar miljarden mensen op deze aardbol leven, net zoals wij, in een of andere vorm van quarantaine momenteel. Het levert unieke historische beelden op van veel iconische plekken waar het normaal drummen is. Ik wens u nog een goede nacht toe. Hou het gezond. Tot morgen. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.